Het buurtschap Warken zo rustig en vredig gelegen tussen Vorden en Warnsveld. Wat valt hier nou te beleven? Oh,
Skip to Walker 2005 en iedereen gaat hier helemaal los. Yo, misschien even leuk om te kijken hoe iedereen hier helemaal tegenaan gaat. Ben je al in de grote zaal geweest, hoi? Ik ben overal geweest, ik ben zwaar dronken, dus het komt allemaal goed, jongen. Goed toch? Ik loop nog even een rondje. Oh, ik heb hier nog een kandidaat die zich meldt. Hey, wat vind je ervan tot nu toe? Ja, hartstikke geweldig. En wat voor muziek hou je dan? Ja, toch in die tent, hè? Een beetje house en zo? Ja, een beetje hardcore. Oké, okay, dus jij komt eigenlijk speciaal voor Bex ook? Voor de? Voor Bex en Shownup? Ja. Dat zijn dikke hardcore DJ's, hè? Ja, daar komen of ja, een beetje voor. New school hardcore, maar ze draaien old school shit. Voor. Daar komen we voor, ja. Daar kom je speciaal voor, ja. Yeah. Daar zijn we weer bij Trip to Walker 2005. Het is een feest in Warken, een buurtschap bij Warnsveld. En ik kom er zelf officieel vandaan. Dit is Berkelstroom TV, represent 2005. En ik heb hier een gast staan. Volgens mij vindt hij het wel leuk. Dus mag ik even wat vragen aan jou? Hoi! Jij bent ben je speciaal gekomen voor Back to Vroeger DJ Team? Back to Vroeger DJ Team, 100%, helemaal puur. En jij gaat elke optreden van de tour, ga je mee? We gaan elke optreden van de tour gaan mee. We zijn er helemaal fan van. We gaan ervoor. Die hard. En hou je ook van Public Enemy dan? Want je hebt een wekker om. Public Enemy. Kijk, Public Enemy. En je houdt ook wel van een borreltje op zijn tijd? Een borreltje op zijn tijd, biertjes op zijn lekkers als je een lekkere fijne avond hebt, toch? Ja, zeker weten. Hey, goeie avond nog. Ja. En dans even lekker nog door op de Back to Vroeger. Doen we allemaal! En ik heb ook nog gehoord dat ook nog een live elektronische DJ-groep komt. En komt ook in deze zaal. Komt in deze zaal? Ja, de Sampledelic Rockers. Ah, dat wordt helemaal top dan vanavond. Oké, dan ga. Trip to Marken. Peace! Met een van de medewerkers bij de ingang en ik vraag even hoe hij het ervaart. Hoi, mag ik even vragen hoe je heet? Rien. Hoe gaat hij ermee? Is het druk? Zijn de mensen relaxed tegen je? Jij bent vrijwillig hier aan mee. Doe je er aan mee? Ja. Gewoon even helpen aan de deur en dan bandjes omdoen en dan komt het allemaal goed. Maar het is echt verschrikkelijk druk dus. Oké, maar ik stoor dus eigenlijk een beetje, sorry. Snel praten gaan we nog wel goed af, dus dat komt. Oké, gelukkig. Hey, goeie avond nog. En je bent straks ook nog even vrij en dan ga je even rondspringen. Ja, gaan we gewoon even een feestje maken. Oké, super vet.
Het is onderhand 10:10. En ik dacht, het is wel even tijd om de vrijwilligers even in het zonnetje te zetten. Want er zijn hier een heleboel vrijwilligers die werken knijters hard om hier een dikke party neer te zetten voor 900 man. Dus dan gaan we even iemand te pakken nemen. Misschien Dick Pants die hier staat. Hoe bevalt het als vrijwilliger bij Trip to Waken? Ik vind het hartstikke mooi. Iedereen is vrolijk en het goed naar zijn zin. Ik ben druk aan het werk, want iedereen wil al zijn drankjes hebben. Ja, dat zag ik al, ja. Even aanslepen, dat is hartstikke mooi, hoor. Ja, en het is ook een goede sfeer, niks geen ariheid of gedonder of zo. Nee, iedereen is hartstikke positief, super gezellig en iedereen geniet ervan. Nou mooi, dat moeten we hebben toch? En volgend jaar dan maar weer, hè? Absoluut, daar ben ik wel van overtuigd. Oké, nou daar hopen we dan op en daar gaan we voor. En mensen van de gemeente, die vergunning, hartstikke bedankt en dat gaat goed. Nou, hier wordt dus hard gewerkt om Trip to Waken een succes te maken. Biertjes worden getapt. En jij ook hartstikke bedankt dat je als vrijwilliger optreedt hier. Heb je nog wat te zeggen tegen de mensheid voor het nageslacht? Hey mensen, pelgrims, mijn broertje en broertje Jose, dit feest is allemaal super bedankt. Het is echt een groot geweldige sec. Echt waar. Super. Hey, jullie ook tof, hè, jullie er zijn. Ja, tuurlijk joh. We doen het graag. En dat hoor je maar net. Biertje.
Jongens, wat vind je ervan, Trip to Waken? Trip to Waken is helemaal super. Geweldig. Ik zeg, weer doen. Volgend jaar nog een keer, super. Daar gaan we voor. Hey, bedankt. Bedankt. Hey. Opnames en commentaar stellen wij zeer op prijs, maar er moet inderdaad wel doorgebuffeld worden. Ja, want ik zag het al, hij gaf commentaar en hij moest zelfs nog tappen terwijl hij dat deed. Dat bedoel ik maar, het moet wel doorgaan, hè? Maar dan kun je zien dat het vakmensen zijn, hè? Want echt goed, hoor. Het moet gewoon doorgewerkt worden, niet van dat gelul. Hé, hey, hartstikke bedankt en goed gewoon. Hier hebben we Tim Savage. Martin Lohman, Tim Savage, check it out! En is het een lekker patatje? Ja, het is echt heerlijk.
ervan? Ik vind het gewoon geweldig, echt. Ik dacht al zoiets. Ja. En ja, was dat nou jouw meisje daar al? Ja, dat is mijn ex-meisje, maar het blijft gewoon mijn meisje. Gewoon. Oh, nou, dat is toch goed. Dit is mijn zwagerin, of hoe noem je het? Schoonzusje. Schoonzusje, Andrea. Nou ja, ik ben jouw zwager, oké. Schoonbroer. Schoonbroer ben je. Oké, schoonbroer ben ik van haar, want ik heb met haar oudere zus Katrine. Maar ja, in ieder geval, wat vind je ervan, Andrea? Wat, dat jij met Kien hebt of wat? Nee, vanavond. Vanavond, ja, cool. Ja, want daar is het voor, ik moet even rondvragen. Oké, nee, het is super. Ja, goede sfeer. Iedereen zegt ook al dat het hier helemaal geweldig is. Renee Kay. Te walken in het algemeen. In het algemeen? En kijk even in de camera. Oh. Het is voor Berkelstroom TV, daar werk jij ook een beetje bij. Als medewerker van Berkelstroom FM, featuring Hanna elke zondagmiddag tussen 3 en 5, wil ik zeggen dat ik Trip to Work best wel leuk vind. Alleen dat Wax Flowers iets te kort was. Wax Flowers was om 12 uur begonnen en iets te snel klaar, dat was wel jammer. Verder vind ik het wel oké. En de meiden-wc's, daar gaat natuurlijk nergens over. Maar... ik mocht binnenplassen op een echte toilet. Vind je het nog een beetje leuk vanavond? Ja, natuurlijk. Elke keer weer. Better go strong. Doe even een oproep van Trip to Worker 2006. Kom er naartoe. Waarom zijn jullie er allemaal niet? Ja. Nou, Trip to Worker 2006 gewoon wordt vette shit, net als dit jaar. En is gewoon te vet, gewoon. Of niet? Zeg het. Ja, ieder jaar weer lachen. Gewoon lekker feesten, relaxed sfeer. Trip to Worker, put your fucking hands in the air. Put your fucking hands in the air. Come on, everybody! Make some noise for the DJ! Zijn jullie van Anaal Plus? Nee, we zijn, we zijn van de Trip to Worker compilatie DVD, dus check it out. En het is ook volgende maand komt ook op Berkelstroom TV. Oh jee, dus ik kom ook op TV en zo. Waarschijnlijk wel, ja. Oh, ik was er niet. Oké, er waren mensen die proberen hier al onderuit te komen dat ze hier waren, maar dat zal niet lukken.
Ja, daar zijn we weer met de oudste bezoeker van Trip to Walker 2005. Wat vindt u ervan, meneer? Prima. En een paar borreltjes achter de kiezen? Nee. Helemaal niks? Ook geen biertje? Eer. Dat is lekker bier, toch? Oké, hey, vind jij het ook top? Ja, super. Oké, nou, veel plezier nog en een goede avond. En tot volgend jaar. Je komt volgend jaar Trip to Walker toch ook weer? Zeker dit. Clutch. In the front, in the back, in the left, in the right. Put your hands up for the DJ. Trip to Walker. Party time. Don't stop. Get your ass for some techno. En dat bijvondst van een beetje vroeger zich allemaal aantreffen. Zijn jullie een beetje van de wereld of niet dan? Zijn jullie van de wereld? Zijn jullie van de wereld? Ik hoop dat de wereld van jullie één is, hè? It's the here and there a lazy style. The only start. We'll be right back.
life, taking you back to the next millennium. You know what I'm saying? En dit is een van de organisatoren. En ik wou ze vragen, het is nou. Ja, het is nog drie kwartier, dan gaat het nog even helemaal los. Wat vind jij ervan tot nu toe? Nou, ik vond het helemaal fantastisch. Tuurlijk heb je altijd kleine dingen dat je weer verbeterpunten hebt voor het jaar daarna. Maar de sfeer is goed gebleven. Ik moet zeggen dat ik het wel aardig druk vond. Maar het is te overzien. Dus nee, het is allemaal goed gegaan tot nu toe. Ah, super gelukkig toch? Zelf heb ik wel eens een beetje trillende handen van dan gaat het allemaal goed. Maar tot nu toe is het nog goed gegaan. Dus, ja. Ja, ik sprak net ook met een van die jongens van security en dat was ook gewoon super relaxed allemaal. Ja, ja. Ja, een paar van die mannetjes ertussen die af en toe hebben. Ja, zeker. Daarom. Nee, voor alle vrijwilligers, sowieso ook de mensen achter de bar, de DJ's, de mensen van de security, EHBO, alle mensen die ons geholpen hebben. Ja.
petje af. Daardoor heb je wel het feest, zeg maar. Hè? Ja, zeker weten. Kijk, voorbereiding is één ding, maar tijdens het feest moet je alles wel hebben lopen. En, ja, inderdaad. Ja. Dan moet het nog goed gaan op het moment zelf. Ja, echt. Nou ja, het feest is bijna af. Ik heb er van kunnen genieten, maar te weinig eigenlijk. En, ja, want je bent de hele tijd dingen aan het regelen natuurlijk. Het besef zal later wel komen, hoop ik. Dus, maar, ja, dat denk ik ook. En zeker als je van al die 900 lui ooit nog weer terug hoort, ja, hey, wat een vet feest was dat. Krijgen van ze. En daar doen we het voor, hè. Dat is het hele feest. Omdat je weet, van nou, dat hebben we mooi neergezet. Zeker. Die jongens willen ook even wat zeggen. Nou, wat vind je ervan dan? Goed, 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 goed. Vet toch! Trip to Walker 2005 nog steeds rocking and rolling. Trip to Walker de moeite waard om naartoe te komen? Absoluut. Dus je zal volgend jaar ook weer komen? Dat sowieso. Oké, supergoed. Tot volgend jaar dan. We'll be right back.
Alex, jongen, geef me de vibe. Alles goed, jongen. Wat vind jij van Trip to Walker Party? Het, perfect, jongen. Echt waar. Ik vind het mooi georganiseerd. Ik vind het echt schitterend met z'n allen. En dat vind ik mooi. En dan wil ik tegen allen ook zeggen... Ben jij ook familie van Alex, of niet? Dan ben je ook een beetje familie van mij. Want Alex is mijn achterneef. En dan ben ik met alle... Ja. Hey, zeg even wat tegen alle mensen die er niet zijn. Doe maar een keer uit. Doe maar een keer. Natuurlijk, hè. Maar ja, Trip to Walker 2005 zit er